Europa. Nu trekt ze regelmatig naar Azië om zich te kunnen meten met de wereldtop. Ik heb nu dus 3 weken op toernooi gespeeld in Azië. Daar heb ik dus tegen die toppers kunnen spelen. En, het is niet dat ik denk van ik ben echt helemaal hopeloos tegen hen. Zij maken heel weinig fouten, zijn heel geduldig, tactisch heel goed. Dus op die punten kan ik nog wel wat verbeteren. Every single game required us to focus and concentrate. So this is a big difference. In that level, every player can do everything. But the only thing is about tactics, strategic, and also read the game and then change the game immediately.